Gas links is zoveel sneller aan het overhieten. What the fuck? Nou. Controle is hier niet meteen. Deze pit exit is ook zo kut ook. Gewoon een banklab neerzetten eerst hoor. Oh, daar staat ook. Ja, dat bedoel ik dus, Tim. Ja, ik zie dit ook gewoon op een banklab. Niet al te veel risico, maar wel dat je een rondetijd neerzet, dat je een positie kan neerzetten. Afwachten. Nou, ik nam echt nul risico in sector 2. E-sport line. Oh, oh, oh. Maar het is inderdaad die banden die overheat heel snel, want het zijn 100 graden. Dus ik denk dat ik ze wel wat lager ga doen. Oh, kutzooi. Ja, ik doe die linkerkant sowieso lager, dat weet ik zeker. 102 is die nu bij mij. Ja, bij mij ging zelfs naar 104 toe. Dus. Ja, 102 is prima. Ja. Hoeveel sta ik achter Joey eigenlijk? Waarschijnlijk echt een seconde. Maar. Oh, Jos. Je hebt hem ook gewoon kwijtgeraakt net voor de pit entry. Ja, ik zie hem hier staan. Oh, oh, oh. Nou, Moes. Die stond, ik weet niet wat hij geraakt heeft, maar die is teruggeteleporteerd waarschijnlijk op de baan. Niet een lekkere start nu met de run, maar oké. Okay. Oh, dat is niet helemaal de bedoeling. Heb je wel meer exit speed? Ja, weet ik, dat was ook de bedoeling, maar ik zat niet op te letten. Twee tienden gewonnen. Gewoon op die plek zetten, die semi. Veel te voorzichtig erheen. Deel, lekker. Wat, voor mij als ik nu gewoon alles spaar, dan kan ik voor mij naar nog een rondje. Ik ben wat te voorzichtig op deze baan, merk ik. Ja, weer de muur geflikkerd. Dit is tijd. Ja, ik had denk ik 3/10 ruim kunnen winnen, maar... Jawel dan, als ik de laatste busstopchicane overleef, ga ik hiermee akkoord. Ja, het is niet mijn baan dus. Plus de run begon al wat minder lekker omdat Jos hier stil stond dus. Boah, 3/10 sneller dan zojuist. P5. Oké. Okay. Ik zal wel terugvallen denk ik uiteindelijk naar P8 toe, maar prima. P7. Hebben we aardig goede start. Even sandwich hier. Er zit een Joey. Wat gaat Joey doen? Gaat erachter, Toppie. Ik heb één plek gewonnen, de ijzerstart.
Dat zien we niet heel vaak bij mij. Maar ik word nu gelijk de tuin gepakt op het volgende wegstuk. Ik moet eigenlijk hier op de curb. Smees. Sammy. Langs schuizen hier bij Dylan. Ja, mijn banden, die voorbanden zijn nergens. Dat ik niet eens een warning pak, jongen. Maar mijn voorbanden zijn nergens. Holy shit. Mijn voorbanden zijn echt nergens. Het is niet te be... Het is niet... Gewoon niet te doen, nou. Ik kan echt niet snel dat insturen, joh. Oh, Tijn. Zo! Tom raakt de muur. Nou, er zijn al twee mensen gespind en ik sta nu op P13. Ik ben van de halve. What the fuck, Trenny zit niet op te letten volgens mij. Ja, zelf weet ik ook niet wat ik aan het doen ben. Ik heb oh, wie de fuck duip op mij hier? Ja, die wil snel posities goed maken, dus dat vind ik niet gek. Ja, ga maar aan de binnenkant. Ja, moet hij wel doortrappen, want die pauperijn zit in mijn nek. Deze server is aardig voor de rechte stukken, merk ik. Zo. Nee. Ja, safety car. Dit wordt een safety car. 100%, ja. Oh. Ja, ze heeft geen veiligheidsauto. Ik denk dat ik naar de medium band toe ga. Ik ook. Ja, inderdaad, Robin Code strategie. Ik sta al op de mediums. Ik ben Dion, ik ga lekker sarcastisch doen. Want ik weet alles zelf beter. Auto, je kan ook naar nieuwe softs gaan en dan naar de mediums. Nee, ga ik niet doen, want ik wil het liefst dat die softs eindigen. Ja, true. Hé, wat is dit weer voor haat, Robin? Ik ben gewoon dankbaar. Wat is dit nou? Jij gaat haten! Ja, als je doorrijdt, wel proberen te doen, want ik kan er aansluiten bij. Nee, ik ben heel dankbaar voor jouw informatie. Sam die heeft een delta van 1 voor 2 nu, door mij. Of andersom bedoel ik. Oh, die is weer minder. Nee. MOE. Was mijn band 25%. Delta, mijn delta, zak alsjeblieft. En dit willen ze tot ronde 8 gaan doen. Denk het ook, vriend. Hey, als iemand diegene niet voorrijdt een beetje, gewoon even nog ietsjes zachter wil gaan. Dat wij even meer aan kunnen sluiten, of meer posities goed maken. Dylan, kan jij nog harder gaan nu, of niet? Zeker. Jammer. Ja, ik heb nu een delta van 2 seconden. Ik hou van mijn eigen strategie aan, bedoel. Natuurlijk. Ja, mijn banden waren toch al niks meer, dus ja. Dan kom jij al nodig. Lekker uit, naar hè? Die mediums. Er gaan ook mensen naar nieuwe softs. Oh, Rob heeft nieuwe frontwing nodig. I know. De meeste gaan naar de mediums, hoor Tom ook. Gast, wij rijden achteraan nu. Hoe warm zijn jouw banden? Of hoeveel procent zijn jouw banden, Dion? Mijn banden zijn 9%. Okay. Twee rondjes, 9%. Kun je hem uitrijden? Kun je hem uitrijden, ja. Ja, denk het wel. Maar als er nog een safety car later komt, ik zeg maar wat ronde 15, ga ik gewoon nog naar de softs toe. Natuurlijk. Ik ook. Ik ga nu gewoon mijn banden zoveel mogelijk sparen door lekker de curves niet aan te raken. Ja, ik ga gewoon eerst niet wieven totdat hij pas aangeeft safety car in de slap, gewoon puur om banden te besparen. Hey, ik heb Sam gejumpt trouwens. Ja, kijk wel even uit voor mij, want ik rij hier ook niet. Waarom de fuck rijdt Trenny op AI? Geen vegen warnings. Kijken. Ja, ik vertrouw dat nooit. Als je op AI gaat rijden om warnings te vermijden, dan mag niet. Nee, warnings te vermijden niet, man. Wedstrijdleider te bekijken, maar hij rijdt wel heel lang op AI, dus ik zal het even in de gaten houden. Dan ben je lul, want je AI die verantwoordelijk, of uiteindelijk ben jij verantwoordelijk voor je eigen AI.
Dan krijg jij de straf. 10 to 15 minutes run, geeft hij aan mij. Je mag wel een beetje afstand houden, timen. Ja, gast, ik let wel op hoor. Mwah. Je bent al een keer even tegen me aangeknald. Dat is niet waar. Jawel. Nee, wanneer dan? Bahrein volgens mij vorig seizoen. Ja, oké, maar dat is niet om de safety car. Ja, nog erger. Nog erger, ja. Oh ja, want Dirty Air, eerste race van het seizoen. Flikker lekker op, jongen. Hey. Kan je gewoon uit de race janken nu, hè? Weg, af je. Oh ja. Alles weg. Admin rechter weg, weet ik wat allemaal, joh. Uh-oh. Ja. Moeslik. Moeslik. Robin, kom je halen. Robin. Oh, Robin. Oh, Robin, nee. Ik zie Robin. Ook gewoon in mijn spiegel. What the fuck? Dat bedoel ik. Ja, dat is een beetje mijn fout. Ja, dat bedoel ik dus. Maar gast, ik reed even hard als jij en ineens rent iedereen. Nee, ja, omdat er fucking een chicane zit. Ik zat niet op te letten, ik zat echt net om te kijken naar andere dingen. Ja, ik heb koude banden, dus dat is niet heel slim. Nee, ik heb ook koude banden. Leuk goed. Ja, dit komt dan weer wel in de stream zeker. Ik verwacht dat, hoe noem je dat? Dat hij naar binnen gaat deze ronde, dus ik ga ze een beetje alvast beginnen met opwarmen. Wij hebben dezelfde gedachten. Sorry Robin. Trainische banden kan het opwarmen, jongen. Holy shit, hé. Oh, die barrier. Ik dacht dat iemand de barrier in was gejankt, maar het is gewoon die barrier die geglitcht is. Ik doe er gewoon een Kimi Räikkönen. Fuel laps out. Er is een sirene opeens op de achtergrond. Ja. Voor het night. Wat zijn mijn banden? Oh, 2% zijn mijn banden. Nou. Jongen, mijn handen zweten. Kan je niks over zeggen, joh. Duim zweet gewoon. En daar is mijn controle niet goed vast te pakken. Ja, ik heb ook wel eens last van. Dat je zweet. Ja, ik ook. Ik ga hier ook wel kort mogen rijden. Voor die bandenmanagement. We rijden 150 km per uur, dit lijkt zo sloom. Ja, dus dan mag je niet eens op de snelweg officieel rijden 105. Nee. Dus je eigen straat. Beetje warm worden, zou wel lekker zijn. Een kort mogelijke lijn. Zo meteen gelijk vol gas en roes, hè? Let's make sure those tires are up to temperature and remember there is no overtaking until the timing line. Ah, ik kom op voor een beetje warm alsjeblieft. Waar rij jij die om? P10. Oh, dan rij ik dicht bij jou. We komen je halen. Arr. Is goed. Maar we gaan denk ik ronde 6, 7 of zo naar binnen. Misschien uit de stad. Jullie laten me ervoor of ik neem jullie mee mijn uur in. Wiggle. Het is wel na, want nu zitten wij wel echt in dat gedrang, weet je, waar je echt helemaal achteraan. Ja. Fucking koude banden. Ja, nou, ik ben benieuwd hoe dat gaat, als ik je al bijna de race had rijden. Nee. Wanneer gaat hij? Hij is nog niet gegaan, hoor. Oh, godverdomme. Ja, maar een beetje door. Maar ga ik uit de... Ja, hij gaat naar de chicane. Die tegen Sam gaan rijden. Veel te koude banden, man. What the fuck, maat? Ja, hij gaat, denk ik. Hij gaat. Ja, ga die training gewoon maar laten gaan hier. Ik durf er nog niet op volgens de Oroes heen. Nee, ik ook niet. Maar ik ga wel snel naar Ruben. Oh, die Rijn zit nu achter mij.
Voor mij ook zo'n 4-2 draaier van vorig seizoen. Tijn, we gaan mooi mee. John. Hey. Morgen. Visualiseer even een Red Bull livery nu achter jou. Die per direct achter jou rijdt. Ha! Zoek het uit, jongen. Nee, nee, dat is een of andere gare Alfa Romeo. Die hoef je niet voorbij te laten, hoor. Was dat een waarschuwing, Robin? Nee. Ik kreeg niks in beeld in ieder geval. Nee. Nee, joh. Ik zou nooit Alfa Romeo als team kiezen. Nee, tuurlijk niet. Zijn te duur voor mij, hè? Zijn dure mooie auto's. Oh, dat was wel een warning! Nah, kom op, man. Hier niet doen, Ryan, anders hoi, John. Niet doen. Hallo. Dankjewel. Mag ik er dan ook langs? Nee, jij niet. Oké. Nee, goed zo. Gaat hier wijd worden hier. Dit gaat niet werken. Dit gaat niet werken. Gaat niet werken. Godverdomme. Je had echt niet mij er langs hoeven te laten. Nee, god, what the fuck? Kijk nu hoeveel mannen het ingehaald nu. Ja, maar mensen duikbommen mij dan direct erachteraan, jongen. Dit is wat ik gewoon niet snap. Nog eentje, Ruben de Nooy, denk dat hij ook fucking Max Verstappen heet. Ah, godverdomme, echt. Dus even normaal rijden hier, jongen. Mensen... Luca! Oh, mijn god. Ja, safety car. Okay, clear. Nee, geen safety car. Nee, ik denk het ook niet. Hey, fucking Ruben de Nooy, jongen. Je heet geen Max Verstappen, dat je dat even weet. Damage niet, nee. Maar safety car wel. Damage staat twee keer op standaard. Ze hebben hem nu alweer weggehaald, jongen. Domme jongen, echt waar. Echt, ga je op een front ring bij? Okay. Nou, we zijn nog aan het begin. Ik ga voor het podium en dan van onder. Toch nog een derde plaats. Oh, ik mis een beetje de apex. Zo, Din heeft gewoon Gaai op ingehaald. Ze hebben mijn mediums voelen aan de ene kant goed, maar aan de andere kant kan je ze ook direct weggooien, zeg maar. Het is levensgevaarlijk dit trouwens. Ja, Tim kreeg er de vorige keer ook niks voor, hè, dus... Dit gaat er sowieso fout. Nee. Zo, Tom die denkt even die centrum. Dat ging ook nog maar net goed hoor. Ja joh, die gasten die zenden hem allemaal daar. Wow. Jezus, ja, daar gast. Ik word daar uitgereden door iemand. Ik weet niet voor mij nog gaai op, voor mij nog gaai op, maar... Moet er gaai op uitgereden? Voor mij wel, maar ik heb het niet goed gezien, ik zag het heel even snel. Heb ik schade? Nee, volgens mij niet. Dit gaat niet werken. Ja, ik hoor het toch niet Dylan, ik ben gaan racen. Dat is trouwens een broertje even voor... Huh? Dat is niet... Ja, ik heb al 4 gezegd hoor. Lijn. Maar anders dan moet je maar me roepen. Wie had de lekkere red line? Ja, jij. Ja, even bij geen warning. Dus, Waarom gaat Ryan zo snel? Tom, pak hem. Ja, Tom, pak hem. Godverdomme. Robin, anders pak jij hem even. Ja, moet ik eerst moeite doen om Tom voorbij te komen, dan ga ik weer in een battle raken met Tom, verlies ik nog meer tijd, komt Sam dichterbij. Nee, dan ga je gewoon bij de volgende beste chicane, ga je bij de busstop chicane, ga je dan gewoon rechtdoor en dan heb ik hem ook gepakt. Ik mis de hete de apex in Pouhon, dit is absoluut. Oh ja, dat is ook een warning, tuurlijk. Nou, Dylan, jij krijgt ook een partij treins achter je aan nu. Ja, nou, ik ga ze niet aan de kant laten, dus ze gaan maar lekker normaal langs. Maar voor wie vloog je daar regen? Ja, ik ja. Oh, daar gaat Rijn en Trenny side-to-side. Tom Koet gaat ook direct langs. Tom Koet is langs Trenny, ook. En gaat Robin nu ook langs Trenny. Ik zweer het jongen, ik wil van mensen niet meer horen dat ik mensen er niet voorbij laat ofzo, want... Hey Robin. Hoi. Holy shit! Ja, nou, dit was overtake of the season hoor, hartstikke blassen.
Holy shit, ja, ook op mijn beeld gelukkig, daar ben ik wel blij mee. Gewoon 4 in 1 bocht houden, dat is toch niet normaal, man. Nou, profiteer ik even hoor, profiteur, hatsenflatsen. Ik durf niet voor gasten over hoe is wat ik ben bang. Gewoon doen, gewoon doen. Nee, niet doen, niet doen, want ik verloor hem ook al bijna hoor. Ja, ik deed het ook niet. Kom hier, Robin. Nee, want ik heb... Nee. Godverdomme, flikker op, idioot. Jullie kuthaas. Kom je mee over meer dan, jongen. Maar, ga even naar Gunther toe. Smash door. Ik ga kijken hoe ga je al door Oroes. Ik krijg een nieuwe strategie. Oh, ik krijg nu al intermediate strategie. Nou, ik ga het wel doen, denk ik hoor. Maar het mooie is, ik heb een referentie voor me rijden, hè, al die man. Ik begin al te glijden. Oké, ik moet. Als ik nog één warning pak, pak ik een penalty. Dus ik heb. Ja, ik glij ook wijp, maar. Ja, ik kan dan niet weg laten rekenen, want ik rij helemaal alleen. Dus het is mijn eigen verantwoordelijkheid. Maar Dille, jongen, als je ze net van water laat, dan is dat niks hier wat gebeurt. Zo, ja. Dan kon ik hem net opvangen. Ja, maar omdat ik fucking. Ik ga naar binnen. De grootste dive ooit gooide, kwam Roman er zo mooi voorbij, joh. Ja. Ik ga naar binnen. Nee. Godverdomme, waar kan ik nooit eens een keer geluk hebben, jongen? Zo. Kutspel is dit. Ik ga hier bij Rob kijken, dus een, ik ga gewoon... Ach, godverdomme. Ja, logisch. Jongen. Ik ga hem meegeklappen. Rob zendt hem naast. Ze gaan met z'n drieën tegelijk de pits in. Mama, wat heb ik een bloedhekel aan dit spel. Jongen, je had even ghosting uit moeten zetten voor deze race, want dat was er in... Ik heb er nog het middengedeelte van de race niet opgenomen, ik heb het verkeerd opgeslagen. Dus net als vorig weekend miste weer gewoon een groot deel van de race, maar dat komt gewoon door een fout van mij weer. Maar ja, het gaat uiteindelijk om het eindresultaat. Ja, ze komen bij mij ook in de... Oh. Maar het heeft dus geregend. Dacht ik zeg. Het regent gewoon nog steeds, dus... En ik denk dat ik echt fuck ben, maar het is fijn is wel weer dat het droog begint te worden, weet je? Heel goed timen. Oh, Jezus Christus, tyfus. Ik ben bang dat ik echt genaaid word, hoor, door die 3 seconden. Wow, kijk uit. Oh, hoes. Holy fuck. Wat? Flikker fuck, gast. Die bandjes glimmen nu wel mooi in de regen. Vind ik wel leuk. I know. Als je te snel instuurt, jongen, dan is je achterkant woest. Ik denk echt dat het hem gaat naaien, maar ik weet niet of ik buiten de top 10 ga eindigen, maar het gaat me echt wel weer een paar posities kosten. Ik 100%. Ja. Maar ik verwacht nog een safety car aan het einde hoor, later nog. Maar ik moet gewoon echt voor zorgen dat ik in de toekomst gewoon veel minder penalties pak, want ik maak gewoon te domme fouten. Ik heb precies zelf fouten als jij gemaakt. Ja, dat maar is kut. Maar ik ben helaas wel de race uitgereden, dus dat is wel iets minder. Kijk, ik moet zometeen gewoon pace hebben op Sammy en we eigenlijk bij hem weg kunnen rijden. Maar... Daarover gesproken, ik ga even wat opslaan. Uitje. Ja, ze zit hier rond de 16, 17 hoor. Oh, ik weet niet wat die Dylan had. Die Dylan die had geen pace, maar verdedigen dat deed hij wel. Oh joh, dit is... Tactic. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat je het wel netjes deed. Oh, ik denk dat mijn overteken nu ook niet opstaat. Ik heb hem er wel op staan, denk ik. Alles. Ja, oké. Ik kan toch replay doen, toch? Nee, wat het kutte is hè, ik sla hem altijd op de dubbel te klikken op die share knop. Maar ja. ik wou, hoe noem je dat, box de slap knop drukken. Maar mijn brein functioneerde niet, dus ik drukte op die share knop. Dus dan... Gaat het meteen dat je keuze krijgt op screenshot. En als ik doe op videoclip opslaan, hartstikke leuk. Maar dan duurt het fucking lang en ik moest die pit in. Anders ging mijn AI wat anders doen. Ja, maar je kan toch na de race gewoon met in F1 replay. Oké, okay, het is nu helemaal gestopt met regenen. Ja, dat doe ik ook altijd. Dat theater bedoel je. Ja. Ja, ik weet niet of je daar tussen staat. Als je daar tussen staat, is het wel mooi. Maar die komt altijd aan het einde van de race nog even.
Heeft er iemand naast mij binnen de top 10 een penalty en behalve timen? Ik. Ja, Dylan. Oké. Ik denk echt dat ik fuck ben. Of ik moet geluk hebben dat ze achter mij zometeen nog een penalty pakken. Het is wel altijd de laatste ronde chaos, hè? Ja, plus na 70 car, dus. Maar ik weet niet hoeveel warnings ze hebben. Ik had wel naar de mediums moeten gaan. Nee, hoeft ook niet. Ja. Hoe vaak heb ik er eigenlijk? Ik heb er 4. Dat is veel te veel, joh. Ik heb 1 warning. Naast de 3 seconden dan. Ja, dan ik ook. Ja, in het ik heb die warnings vooral in het nat gepakt, volgens mij. Ik heb er 2 in het nat. 1 keer omdat ik onderstuur kreeg door de regen. Ik heb geen warnings. 1 keer toen ik net naar binnen was voor die inters. En de andere keer weet ik echt niet meer. Maar ja, het maakt niks uit, want ik heb nu 4. Dus al haal ik er eentje weg, dan behoud ik die penalty. Dus ik ga toch niet eens meer kijken waar ik die eerste door kreeg. Holy shit, joh. Daar heb ik gewoon nog andere mensen mee. Ik heb alleen maar penalty. Ik heb verder geen warnings. Er zijn nog best veel lie over, hoor. 16. Dus... Alleen ik verwacht nog wel een klapper of 2, hoor. Dus... Ja... Hey, safety car waarschijnlijk in de slab? Ik hoop het. Ik moet zo meteen echt ergens tijd winnen, hoor. Ik moet gewoon bij Sammy voorbij zien te komen. Gewoon wegkomen en Tim... Of hopen dat ze een penalty pakken. Ik word gebeld. Oh, het is nou lekker stil hier, jongens. Ik krijg mijn achterban in het warm. Klopt. Hé, hey, beter sluiten die gasten hier. Fuck af, Maurits. Dat gaat me 2 posities denk ik kosten. Zo, ik dacht heel even dat Rob me raakt. Ik wou bijna zeggen, wat doet Rob? Maar toen besefte ik me van, ik raak hem zelf bijna kwijt. Dat was echt een overtake, holy shit. Oh, wat veel grip hier opeens. Ik durfde echt niet zo doorheen te gaan, joh. Kijk tenminste voor me kijken, Maurits, hoeveel panel of warning stims de Saurus heeft. Als je op zijn naam drukt, dan krijg je meteen alleen van hem te zien. Zit hij ook op dat randje van een penalty. Sammy, als je dit hoort, alsjeblieft. Oeh. Ja, Tim. Wat voor grip? 2. Zo, ja inderdaad joh, ik schrik ervan. Lekker zonnetje. Dat is buiten. Ik hou niet van zon, ik ben ICT'er. Tim, kom hier. Hond. Woensdag al met je geoefend. Ja, Tim, ik breuk hem gewoon wijd. Ja, ja. Yeah. Oké. Okay. Dat vond ik wel mooi gunstig. Dat zei je nou eens net. Mauritius. What the fuck, jongen, ik ga zo traag.
Oh ja. Fuck. Ja, Barney. Ik heb mijn wing natuurlijk niet aangepast in die pitstop. Oh. Ik dacht al, ik ging net veel harder, joh. Na de engineer neem ik mijn mening terug, ik wil dat het regent. Ja, maar in principe, ik reken die 3 seconden meteen wel bij, dus in mijn hoofd. Ik moet eigenlijk Tim meteen voorbij. Als ik Tim voorbij kom, dan heb ik weer wat. Want ik merk gewoon, mijn pace, ik rijd niet op volle snelheid nu. Daar kan ik niet tegen, omdat ik weet dat ik sneller kan. Hoe is dat een track limit, man? Oh, Sam. Oh, te diep. DRS has been enabled. DRS is now enabled. Lek dan al. Wat is het gat van Tijn naar degene achter zich? Dat is Tino trouwens. Doei. Rob, GG. Wordt sowieso een safety car. Zag je dat nou weer? 100% safety car. Zo! Staat er even links. Maat! Oh. Dat snap ik niet, jongen. Ik geef je alle ruimte. Ik geef hem alle ruimte en dan nog probeert hij me af te snijden. Ja, waarom? Oprecht, gast. Jezus, ging ik ook bijna. Rain is forecast. Ja, hou maar op. Ja, Jeff, hou op. Niets. Ja, ik hoop dat hij buiten die 3 seconden blijft. Maar ik moet Tim gewoon voorbij. Als ik Tim voorbij ben, dan kan ik misschien wegrijden bij Tijn. Maar dan moet die Tim eens een keer fucking verslomen. Ja, ik moet hem eigenlijk voorbij, want ik kom net niet voorbij de hele tijd. Hé, hey, dat zou mooi meegenomen zijn. Ja. Oh, hij maximaliseert zijn exit daar wel heerlijk, hoor. Kijk hoeveel warnings Tino heeft. Zal waarschijnlijk 0 hebben. Die is meestal wel meesterlijk in. Oké, ik duw Tim gewoon naar Joey toe. Ik duw hem gewoon naartoe. Hij moet wel. Ja, deze. Ik durfde hem niet af te maken. Want zo weinigde mijn vorige race ook al. Ik durfde het niet. Vorige keer eindigde mijn race ook op die wijze. Maar Tino komt echt dichterbij. Maar ja. Oh, ga je op in de muur. Tom Coronel eraf. Ga je op geen voorvleugel meer in ieder geval. Ik denk dat Tijmen nog Coronel wel gepakken is. Coronel ook schade, denk ik, hoor. Waar ligt je Tijn? B8. Tijn gaat hard. Niet best. Hoeveel? Ja, ik denk dat ik lekker ga zakken. Ik denk 2. Wie? Tijmen, ja. Die rijden helemaal achter mij. Ja, is kut, ik zit hier vast, man. Ik kan wel iets sneller, dan won ik tenminste tijd op Tino, maar daar weet ik nu geen tijd op. We rijden een beetje dezelfde pace hiervoor. Ik kom er telkens lekker niet uit, want deze ronde wordt sowieso niks. Tim op Olaf.
Nou, kom op. Rach elkaar vanaf. Oh, ik wou aan de buitenkant. Ik dacht, ze raken elkaar af, dan ga ik aan de buitenkant, maar... Oei, ga je op. Kan iemand Tino even een tik geven? Ik wil niet weer achter Tijn finishen. Kom op, vorig weekend had hij ook al voor me gefinished. Ja, best logisch, en toen was ik niet gefinished, maar... Tijn mag niet. Het is altijd al een beetje een soort rivaliteit geweest. Hij is er al sinds het begin bij. En ik heb altijd voor hem gestaan in het seizoen. En ik wil het eigenlijk niet andersom zien. En dan is het weer van, ha Robin, homo, ik sta voor jou. Gewoon hopen dat hij nog een warning pakt. Sammy heeft die pace opeens niet meer. Tijn doet wel weer slim hoor, gewoon penaltyloos de race door. Yes, DRS. Momentje contact. Maar ja, eens. Yes, DRS. Nee. Eigenlijk ook bijna niks. Maar hij gaat nog wel met Olaf wat proberen. Zie je? Nee, ik knuk het. Laatste ronde. Timen. Timen, jongen. Koude kneus. Ja, maar ik pakte net ook die bocht zo. En dat is echt zo derg. Oh, Maurits, zag je dat? Maurits, zag je dat? Oh mijn god, jongen, mijn hartslag. Die gaat nu echt naar 10.000. Ja, prima. Vergeleken met vorig weekend. Plus het is onofficieel. Ach ja. Ah, dat is zo zonde, hè? Nou, was altijd maar één puntje geweest, maar ja, alsnog. Ik ga gewoon hier even ERS aanzetten in de hoop dat ik nog wat tijd kan winnen op Tijn. Ja. Ja, Sima, kijk, hoe ga ik... We zouden er nu een met maar ik moet gewoon hopen, als ze in een collision raken, dat ik er niet bij zit. Oh, wanna. GG. GG. Ga ik naar P6, prima. Tijn, die is gewoon goed gereden. Prima, vergeleken met vorig weekend. Ik ga hiermee akkoord. Plus het is toch onofficiële uitslag, dus je weet het nooit. Trenny weer punten. Timon. Jammer. Vergeleken met vorige week. Weer wat de fuck krijgt hij aan 10 seconden voor? De komende twee weekenden ben ik er ook al niet bij. Dus het gaat lekker zo. Oh, ik dacht echt, ik raak hem nog kwijt in de laatste ronde, joh. Fucking hell, mate. Wel de snelste ronde, krijg ik ook nog een extra punt voor, dus dat is me meegenomen. En volgens mij heb ik nu dit seizoen al 3 keer de snelste ronde gehad of zo. Dat is echt... Zo, ik herken mezelf bijna niet eens meer.